Welkom bij Leiderschap in Customer Experience. Mijn naam is Danielle Morf, Chief Value Officer bij Vanat Engage. Het komende jaar ga ik twee wekelijks met een leider van binnen of buiten Vanat Engage in gesprek over leiderschap in Customer Experience. We zullen elkaar over en weer vragen stellen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Vandaag is bij mij te gast Jeroen van Vliet, VP en Country Director bij Coca-Cola Europe Pacific Partners. Welkom Jeroen. Dankjewel Danielle, fijn dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk om je te mogen ontvangen. En dan gelijk over dat laatste stukje van, jou, ja, van jouw introductie, Europe Pacific Partners. Mensen zullen zich misschien afvragen van waarom zeggen ze dat erachteraan. Ja. Kun je dat kort toelichten? Zeker. Coca Cola is in de wereld een systeem, zoals we dat ja. noemen. We hebben de merkeigenaar, de vrij bekende de Coca Cola Company. Ja. Zij hebben heel veel mooie merken in hun portfolio. En in de hele wereld werken ze met bottelaars, ja. die in verschillende gebieden. De producten daadwerkelijk produceren, distribueren en verkopen. Ja. Uh, en wij zijn een van die uh, bottelarijen. Ja. En wij zijn de grootste van het Coca-Cola-systeem. We hebben ongeveer 30 landen, zijn we actief, van West-Europa tot uh, Australië. Ja. Um, en daarbinnen ben ik uh, verantwoordelijk voor Nederland. Mooi. Nou, dat is heel duidelijk, denk ik, voor iedereen meteen. Maar wat is dat onderscheid nou eigenlijk ja. tussen die twee delen? Hey en we hebben van, van tevoren natuurlijk even gesproken waar willen we het vandaag over hebben. Uh, een van de dingen die jij hebt gezegd is van duurzaamheid, eigenlijk richting consument, consumer, en, uh, maar ook customer experience. En dan met name richting digitaal en omnichannel. En eigenlijk als laatste onderwerp ook wel leiderschap gedurende je carrière, de ontwikkelingen daarin. Uh, nou ja, wat is er, uh, zijn de lessons learned, om het zo maar te zeggen? Um, om met het laatste maar eens te beginnen. Uh, Terug naar, uh, nou ja, je bent hoeveel jaar nu werkzaam als leider? Ja, om, uh... Boy, ik ben denk ik in 2009, denk ik dat ik mijn eerste team kreeg. Ja. Uh, dus ik ben in 2006 begonnen uh, binnen Coca-Cola. Ja. Enterprises heette het toen nog, ja. maar ik zal de, de luisteraar niet <laughs> meer vermoeien met verschillende <laughs> namen, dus laten we het gewoon Coca-Cola vanaf hier. Ja. Uh, en daar werkte ik binnen finance en op een gegeven moment ben ik uh, doorgestapt naar de commerciële hoek ja. van ons bedrijf en daar kreeg ik. Uh, Destijds een team. Ja. Dus uh, aardig wat jaren. Al heel wat ervaring op je, op je teller staan. Ja. En als je nu kijkt uh, uh, naar de leider die je nu bent uh, en, en hoe je gestart bent ooit, um, wat zijn de meest ja, indrukwekkende dingen geweest in je leiderschapscarrière waarvan je zegt, nou, dat heeft mij echt wel ook veranderd als leider? Ja, nou, we hadden het in het voorsprekje net al eventjes over welke ervaringen doe je op. en ja. Ik heb een tijdje in Engeland gewoond gewerken. Uh, daar heb ik heel veel ervaring opgedaan, <laughs> van uh, met mijn hoofd tegen de muur aanlopen... tot uh, echt verbaasd zijn over ja. hoe, dingen, hoe dingen werken. Het zat hem soms in taal, soms in omgangsvormen. Ik heb een paar keer een mentor gehad uh, in mijn periode bij Coca-Cola... op verschillende fases van hoe je je ontwikkelt en welk niveau je werkt. Ja. En dat, dat is altijd heel waardevol geweest. En uh, er zijn een paar dingen die me echt wel zijn bijgebleven. Ja. Eentje was de eerste, uh, en waar ik mee begon ook als le leidinggevende ja. in, in mijn eerste rollen... Ik was heel erg bezig met mensen beter maken. Met, met iets bereiken. Ja. En toen zei een van die mentoren die zei tegen mij: van, denk, wat denk je dat iemand zal zeggen vijf jaar later. Hè? Zouden ze het leuk hebben gevonden om met jou te werken en daarbinnen succes hebben geboekt? Of zullen ze heel erg terugankeren aan wat jij hun hebt geleerd? Nou, misschien moet ik toch wat meer gaan werken over hoe mensen het vinden om, ja. om te werken met mij. Ja. Want we doen het met 800 medewerkers in Nederland elke ja. dag. Hè? Dus, het hangt zeker niet van mij alleen af. Uh, het hangt eigenlijk meer nog af van 799 ja. andere mensen <laughs> dan puur en alleen van mij. Ja. Um, dus dat is één van de dingen. Ja. En ook wel van hoe ga je mensen uh, ondersteunen op het moment dat het niet zo makkelijk gaat. En ga je ze eigenlijk pushen op het moment dat het misschien te makkelijk gaat. Dus ja. hoe, hoe haal je performance naar boven daar waar het daadwerkelijk nodig is. Als je dan... Uh, concreet, hè? heb je dan een voorbeeld bijvoorbeeld waarvan je zegt van nou ja, als je het hebt over uh, eerst was ik heel erg bezig met die ontwikkeling en later meer hoe. Ja. Uh, wat heeft dat dan opgeleverd? Hè? Heb je daar, zie je dan het verschil ook echt in het resultaat van, uh, van de samenwerking met het team waarmee je werkt bijvoorbeeld? Ja, dus het, het is gekanteld van een ik zou zeggen, heel erg prestatiegerichte manier van werken met ja. elkaar, waar mensen dus ook heel erg gaan zitten op oké, okay, ik heb dit bereikt. of uh, je ja. hebt gevraagd dit te doen en dit, dit heb ik gedaan. Naar een wat meer open structuur waar je een dialoog hebt over... oké, okay, wat zou mogelijk kunnen zijn? Ja. En hoe denk je dat te gaan halen? En welke support heb je van mij nodig? Nee. En dat, dat kan heel verschillend zijn. En dus ja. dat kan zijn dat ik het netwerk moet aanboren om jou te helpen. Maar dat kan ook zijn dat ik tegen je zeg van... maar vinden we dat dan echt succes? Ja. Dus soms kunnen we heel blij zijn met kleine ja. dingen... Ja. waarop je dan terecht Even. de vraag zou kunnen stellen... maar kan dit succes ook op een veel grotere schaal? Ja. Dus dat je een open dialoog hebt. Ik denk ook wel dat... Feedback is sowieso iets wat natuurlijk in heel veel bedrijven wordt uitgehaald... of uitgenut als iets wat ja. we moeten doen. Uh, maar je kan het ook doen om het te doen. Ja. Of je doet het met de intentie om er echt wat mee te doen. Mm -hmm. En wat ik vaak doe is, ik haal feedback op bij mensen. Die vertellen ja. ze me dan in vertrouwen. Maar dan geef ik eigenlijk aan de rest van het team... de feedback die ik gekregen heb gewoon openlijk terug. Uh, dus dan ja. kijk ik ook een beetje of ik andere mensen zo zie knikken... zoals ik jou nu zie knikken. <laughs> zo van, ja, dat herken ik. Ja. Uh, en dan weet ik ook... Oké, okay, dit is echt iets een waar ik gewoon wat mee ja. doen, moet doen. En dat creëert een, een sfeer van openheid. Waarbij ja. je dus, nou, ik zeg altijd hard op de inhoud, zacht op de persoon. Ja. Waarbij de feedback die je mij geeft onze relatie niet zal schaden. Ja. Ja, dus, uh, Vertrouwen, veiligheid, dat zijn wel echt dingen die je daarmee. Ja, vind ik ook ja. belangrijk. Ja. En het team vindt dat ook fijn. Ik merk van wel. Ja. Worden uh, uh, zij daar uh, meer open van, uiteindelijk? Ja. Kunnen zij daardoor ook meer? Dus denk ik, ik denk meer. het wel. Ja. Um, wat je wel merkt is dat naarmate je in de hiërarchie van zo'n onderneming uh, opklimt, um, je soms wat minder dingen hoort. Ja. Uh, dus het is dan ook wel van: oké, okay, hoe, hoe komt de essentiële informatie wel tot je? Ja. Um, welke dingen ga ik dus ook gewoon letterlijk niet meer horen, omdat mensen ja. het gewoon niet aan je vertellen? En hoe laagdrempelig ben je dan om een gesprek met iemand aan te gaan? Ja. Dat, ja, dat verschilt ook van persoon tot persoon. Uh, dus wij hebben. Best wel veel jonge mensen die bij ons ja. werken. Uh, we hadden de laatste stagiair. En die zei tegen mij van nou, ik werk jij hier ook in de horeca Ja, ja, ja. ja ik, ik werk ook in de horeca ja, 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 ja. Iedereen werkt overal. En toen, toen begreep hij op een gegeven moment wat dan mijn rol was, en toen zei, hij, oh, en uh, vind je dat nice? En toen zei ik, ja, ik vind het best nice. <laughs> ja. En dat, dat zijn ja. best wel ontwapenende ja. vragen die je niet zo snel dan meer zou krijgen van iemand nee. die bijvoorbeeld op twee hiërarchische lagen onder je zit. Nee, dus die dat, durven dat uh, veel minder. Hè? Ja, maar je ik zou dat... eigenlijk willen dat iedereen dat doet. Ja. Dus nou, proberen de deur open te halen. We hebben niet echt kantoortjes. Ja. Um, ja, proberen laagdrempelig te zijn, maar je moet je ook wel realiseren dat als je dat met was... een rayonmanager meegaat, dat hij dat heel spannend vindt. En nou, hoe vind je daar een goede balans in dat ja. hij aan het eind van de dag denkt: Nou, dat was eigenlijk best wel leuk. Precies, in plaats van een toch uiteindelijk ook uh, ja, ja. De, als een leuke ervaring heeft uh, meegemaakt. Ja. En misschien weer dingen heeft geleerd, of jij van, uh, van de anderen. Nou, meestal leer ik je meer van hun sorry. dan zij van mij. <laughs> Ja, dat is ja, het is wel. een fantastische lakmoesproef om te horen of de dingen die je uitdenkt uh, op het hoofdkantoor of die waar. daadwerkelijk echt de mensen bereiken die het verschil voor ons maken ja. bij onze klanten elke dag. En of zij vinden dat het werkt ook waarschijnlijk en daardoor wel of niet doen ook. Hè? Want ja. er zit natuurlijk vaak ook uh, de, ja, het not invented here principe dat kent ook iedereen. Dat en uh, ja. je hebt een soort. Ik denk dat mensen over het algemeen bij ons best wel mondig zijn. Ja. Uh, het zijn best een extravert gericht, gerichte organisatie. Mm -hmm. Waarbij als je met mensen meegaat en je stapt in de auto's ochtends bij zo'n real manager of een, een key ja. account manager. Iemand die dus gewoon verantwoordelijk is voor een pakket aan klanten, ergens ja. in de regio en binnen een bepaalde kanaal. Dan merk je dat in het begin van de ochtend is het altijd politiek vrij correct is. En met <laughs> je allemaal netjes. En, en pas zo na de lunch, dan komen. Dan komen de dingen die ze echt vinden, die ze echt uh, die yeah. verbaast, uh, die ze niet snappen. Die komen dan een beetje naar het voetlicht. En dat, is het, dat zijn de paar uurtjes waarin ik het, ik het meest opsteek van yeah. zo'n uh, bezoek in het land. Uh, probeer het dan ook altijd te framen als dit is geen examen voor jou. Precies. Dit is een examen voor ons als bedrijf. Of wij jou de tools geven om succesvol te kunnen zijn. Dus als jij yeah. met je hoofd tegen de muur aan loopt, dan moeten wij dat voor je oplossen. Ja. Yeah. En dat ervaren ze dan blijkbaar ook wel in de loop van de dag. Uh, want anders worden ze niet meer open, denk ik. Bedoel, ja, als dat gevoel dus, er niet is. Nee, dus dat brengt brengt je. Ook niet, je moet niet bij de eerste <laughs> bezoek meteen heel kritisch alles gaan beoordelen. Want dan werkt niet, niet veel nee, vertrouwen. Nee, 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 nee dat nee. gaat niet. Nee. Um, en als je dan kijkt naar jouw ervaring in het uh, in buitenland. Hè, daar refereerde je even aan, Engeland. Uh, wat, wat vind je het grootste verschil uiteindelijk tussen uh, het aansturen van uh, het leidinggeven in het buitenland. In Engeland in dit geval en Nederland. Ik denk dat je moet je echt meer bewust zijn van taalgebruik. Ja. Uh, ik vertelde je net al dat uh, op een gegeven moment had mijn team in, in Engeland een soort code ontwikkeld voor Jeroen op de hoogte brengen van het feit dat dat te direct was. Dus dat noemen ze double Dutch. Ja. Uh, dat was te veel. Um, ik denk ook wel de de wijze waarop wij in Nederland communiceren kan voor heel veel mensen echt overkomen. <laughs> als in het gewoon te in your face. Ja. En wij gebruiken vaak heel weinig woorden om tot de kern van het verhaal te komen. En in Engeland is heel dat echt heel anders. Ja. En toen ik na twee jaar terugkwam uit Engeland, toen zat ik ook wel eens in een managementvergadering. Dat ik echt dacht: jongens, dit kunnen we toch echt wel wat chiquer ja. gewoon met elkaar uitwisselen. Dan gaat het ook echt meer over de content en minder over de persoon. Ja. Uh, en doordat het zo dicht op dat taalgebruik zit, gaat het soms ook. Stuiter je tegen de borst als persoon. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet over de persoon wil hebben. Je wilt het hebben over het ja. thema of het onderwerp ja. waar het over gaat. En dat, dat vond ik wel echt een groot verschil. Nou, het is eigenlijk ook wel bijzonder. Wat me in, in die zin in de taal in Nederland opvalt, is dat er, uh, we hebben best veel woorden hebben. Uh, het Engels heeft natuurlijk veel meer woorden nog. Dus we kunnen ook veel meer woorden gebruiken om uh, nuance aan te brengen. Dat is eigenlijk wel ja. mooi aan, aan het uh, Engels natuurlijk. Maar. Wij gebruiken gewoon ook heel veel woorden niet meer, waar wel nuance mee aan te duiden, dus maar die niemand meer gebruikt, of die ja. als oudbollig worden beschouwd, of weet ik veel wat. Nou, ik weet niet hoe jij dat doet in jouw rol, hè? want uh, jouw ja. titel is ook Engels. Ja. Mijn titel is ook Engels. Ja. Um, ik probeer er echt een punt van te maken om in dingen die ik communiceer met mensen, of dat nou video's zijn of ja. geschreven communicatie, of gewoon een gesprek, zo min mogelijk Engelse woorden te gebruiken. En dat is, dat is best wel lastig. Dat is best lastig. Ja. Ja, want uh, wij als Coca Cola hebben ook Heel veel termen die natuurlijk gewoon ja. in het hele systeem in de wereld worden gebruikt, die iedereen ook wel kent. Ja. Naarmate je een halfjaartje bij ons werkt, ja, ja, ja. dan ken je de afkortingen lijken. Ja, ja. Alleen, ja, hoe hou je het zo natuurlijk mogelijk ja. dat um, je dat eigenlijk geen barrière laat zijn of je boodschap landt bij iemand? Ja. En dus als, kunnen we het nou gewoon heel simpel vertellen. Ja, in ons vakgebied is het ook wel uh, lastig. Al wel, uh, nou ja, we weten weliswaar van het Engage, maar eigenlijk uh, gebeurt het meest in het Nederlands. Um, wat we bijvoorbeeld wel merken, is dat uh, de contactcenter-standaarden, de wereldwijde benchmarks voor high-performing. Uh, daar heb je het al, high-performing. Ja. Daar staan dus de KPI's ook allemaal in het Engels in. Dus dan gaat het over attrition. En dan in Nederland iedereen weer te kijken. En dan denk ik, oh ja, nee, verloop. Weet je ja. wel, dus dan moeten we iedere keer weer terugbrengen naar uh, Nederlands. Uh, wat voor ons wel, uh, we hebben nu uh, ook een, de nodige locaties in Turkije, in Duitsland. Dus we zijn ook wel een beetje aan het kijken van uh, nou ja, hoe lang blijven we alleen Nederlands hanteren. En op sommige dingen is het ook handig als we wel uh, nou ja, één taal spreken, letterlijk. Um, en niet een aparte variant kennen voor uh, nou ja, Duitsland of Turkije, zeg maar, wat ja. dat betreft. Dus dat, uh, uh, nou ja, met de globalisering eigenlijk ook van, van het werk en het offshore... wat natuurlijk in, in onze sector een vlucht heeft genomen, zeker uh, uh, in de afgelopen jaren... Um, ja, is dat wel een, uh, meer en meer een thema, denk ik. Um, ja, en verder erg alert op blijven toch ook wel, weet je. Ik ben ook wel, ik draai ook al de nodige jaren mee... dus je raakt ook een beetje vakidioot, zeg ik altijd ik uh, moet wel zeggen dat mensen wel durven te zeggen ook uh, van, hé, hey, maar wat zeg je nou eigenlijk? Of ja. hm, waarom gebruik je hier een Engels woord voor? Uh, en ik vind zelf Nederlands een mooie taal ook wel. Dus in die zin vind ik het ook wel uh, zelf wel leuk om uh, zoveel mogelijk uh, uh, wel gewoon in eigen taal te doen. En maar te maar ik merk ook wel dat het ja. beter landt. Ja. Ja. Nou, dus, uh, Simpel maakt. Soms klinkt het knullig, maar dat is dan meestal voor mij een indicatie van, we okay, zijn het op goed. het niveau dat <laughs> iedereen het begrijpt. <laughs> En dat is echt, ja. hè, dus als je het hebt over leiderschap en ja. je, in mijn vorige rol was ik verantwoordelijk voor wat wij de buitendienst, de ja. field sales noemen we dat, was echt een groot team van 250 mensen die ja. ik dacht, dagelijks naar klanten gaat. Ja. En als je dan een idee hebt op het hoofdkantoor en je wil heel graag dat ze dat allemaal doen buiten, dan moet je dat dus niet in een hele lange memo gieten. <laughs> gaat het Want dan, niet. dan is de Chinese whisper. Ja, hè? dus uh, ja. Dan, dan gaat het alle kanten op. Ja. En dan gaat van de vraag van waarom doen we dat eigenlijk tot nou, ik vind het een heel stom idee, ja. uh, tot uh, ik dacht dat jij het belangrijk vond. <laughs> Hoe kun je het uitleggen zodat iedereen zegt oh ja, nee, maar dat, ik snap Logisch. ook waarom het belangrijk is. En ik ga het doen ook ja. daadwerkelijk. Ja. Ja, dus simpelheid in de boodschap is cruciaal. Nou, en het daagt jezelf uit als je iets heel simpel kunt maken. Zo met alles zo, als je complexe dingen simpel kunt maken, dan heb je het zelf ook echt doorgrond. En dat betekent vaak ook dat je over dingen hebt nagedacht ja. die voor de mensen die het moeten doen ja. eh, juist dus normaal gesproken de struikelblokken zouden zijn als je daar niet komt. Dus het echt doordenken en even misschien voordenken. jouw klanten die verwachten van <laughs> jou ook iets heel heel doordacht en, en heel complex als oplossing voor bepaalde dingen, terwijl misschien soms is de boodschap dit is het. Ja, nou wat je nog steeds ziet, is dat uh, in uh, klantcontact, um, eigenlijk de, de inhoud van de conversaties die worden gevoerd met uh, klanten nog onvoldoende benut worden. Dus eigenlijk is natuurlijk iedere conversatie uh, gevolg van een product of een bedrijfsproces in okay. feite. Uh, en het kan een enkele keer iets anders zijn van buitenaf. Maar zeg maar even 35% komt toch voort uit de eigen organisatie. Yeah. Um, en dat terugbrengen, uh, ook weer simpel maken van wat, waar je tegenaan loopt. Um, dat, daar zitten vaak nog de grootste winstpunten in verhouding tot allerlei fancy dingen met nieuwe kanalen. Om ook een, eh, maken we een mooi gelijke bruggetje even naar, naar ja. klantbeleving en digital. Um, uh, wat je ziet is dat we daar steeds meer. Um, uh, ja, we willen heel vaak nieuwe kanalen aansluiten. Omdat doelgroepen zich daar bevinden. Uh, wat je wel ziet is, ieder kanaal wat je aansluit is niet per se een contactreductie, eerder een contactvermeerdering altijd. Uh, wil niet zeggen dat het kanaal aan zich niet efficiënter kan zijn, want ze hebben ze veel efficiënter dan mail of call uh, over het algemeen. Um, maar als bedrijf, uh, uh, en het gaat over jouw klantbeleving, dan is het nog steeds de vraag waarom moet een klant contact opnemen. Dat is natuurlijk heel tegenstrijdig voor iemand die uh, in feite voor een contactcenteroperatie uh, operatie verantwoordelijk ja. is. Um, maar wij durven echt gewoon aan die volumeknop te draaien. We geloven heel erg in digitalisering. We hebben altijd ook technologie in ons bedrijf gehad. En data, data echt aan toegevoegd nu voor het inzichtelijk maken van waar gaat het nou eigenlijk echt om in die conversaties met je klanten. En dat terug te leggen, gewoon naar hele simpele, joh, ik zie hier dat jij, bij wijze van spreken, je boekingsbevestiging naar 100.000 klanten niet hebt verzonden. Ja, die, al die honderdduizend klanten die gaan contact opnemen, want die zijn zenuwachtig. Want die willen ergens een keer in een vlucht. Uh, en die willen die boekingsbevestiging. Kun je dat oplossen? Heb je honderdduizend contacten bespaard en een hoop reizigers uh, ja, of, of klanten in je. Een geval, hoge waardering van je service. Is, absoluut. Ja. En daar zit het nog steeds voor mij. Uh, dat daar, uh, ja, hoe, je kunt zo fancy maken als je wil. Maar uh, de crux is vaak uh, zit hem ook vaak in de eenvoud. Uh, en dan de organisatie helpen. Om die procesverandering door te voeren, uh, die verbetering echt te realiseren. En dan loop je vaak aan tegen de backlog van IT. En, uh, ja, maar er staan nog honderdduizend andere dingen die ook belangrijk zijn. Ja, hoe krijg je het nou uh, goed op de agenda? Ja. Ik denk toch, um, ook hier geldt dat het uh, de waarde ervan. Uh, nog niet altijd goed in beeld wordt gebracht. Dus dat betekent de waarde niet alleen de besparing. maar ook de waarde inderdaad in de beleving van die klant. Uh, en waar je dan echt uh, zelf ook als bedrijf voor wil staan. Vind je het belangrijk dat je klant je goed. je, je service uh, prettig ervaren, dat het ja, naadloos is, om het maar even zo te zeggen. dan. ja, dan, dan moet je ook bereid zijn om daar uh, wat in te investeren, denk ik, uiteindelijk. Uh, dat denken wij ook. Ja, in tijd en in geld. Ja. Wat, wat zijn jullie uh, uitdagingen als het gaat over klantbeleving? Uh, ja, dus, en je zit natuurlijk in b 2 b primair. Ja, dus ja. We hebben een, een, eigenlijk al onze klanten zijn bedrijven. Ja. Uh, en dat gaat van de sportclub op de hoek tot uh, de grote retailers van Nederland. En sowieso de hele filosofie van, van het merk van Artshire is: we willen daar zijn waar de consument is. Ja. En dus uh, ook zo'n mooie uitdrukking in het Engels: within arms reach of ja. desire. Dat was de officiële <laughs> statement. Um, en dat proberen we te doen met al onze merken. Ja. Kijk, iedereen kent tussen aanleidingstekens Coca-Cola wel. Maar we hebben heel veel merken in Nederland. Dus in Nederland distribueren we ongeveer 19 merken. Ja. Uh, en we zijn wat aan het sleutelen aan uh, hoe, sommige mensen, uh, of hoe sommige merken volgend jaar gaan heten. Ja. Uh, maar dat, dat is ons portfolio. En we willen heel ja. graag dat al die, consumenten, of al die ja, consumenten bij die verschillende klanten... meerdere van onze producten kunnen kopen. Omdat je niet altijd zin hebt in cola. En je hebt ook niet altijd zin in sinaas. En je hebt ook niet altijd zin in water. Ja. Uh, dus... Nou, wat kunnen we je bieden? En dat begint bij ons wel van je moet sowieso beschikbaar zijn. Ja. En dus beschikbaarheid is, nou, punt één. Nee. Twee is constante kwaliteit. Dus als we geen kwalitatief product leveren. Dan hoef je ook geen beschikbaarheid te realiseren, want dan gaat het niet gebeuren. En hoe garanderen jullie dat? Nou, we hebben echt hele strikte richtlijnen als het ja. gaat over productie. Ja. Uh, dus we hebben één productiefaciliteit ja. in Nederland. Daar maken we ook 85% van alles wat we verkopen in Nederland. Mm -hmm. En dat zijn ongeveer 9 miljoen drankjes per dag hè, verkopen wij in Nederland. Dus bijna ja. elke Nederlander <laughs> die drinkt in twee dagen tijd wel een keer een drankje van ons. Ja. Nou, daar zijn we onwijs trots op. Daar zijn we ja. heel blij mee. En daar werken ja. we dus in Dongen met ongeveer 400 men in, mensen in de productie aan. Ja. Om dat te doen. En al die productiefaciliteiten die worden uh, dus bijvoorbeeld door de Coca-Cola Company uh, geïnspecteerd. Ja. Onaangekondigd. Uh, en dat is altijd een, een mooi moment voor de fabrieksdirectie. <laughs> als dat gebeurt. Want dan is iedereen toch even op uh, verhoogde staat van paraatheid. Ja. Um, en daar gewoon goed doorheen komen is ook gewoon cruciaal. Omdat... Ja. Wij willen ook heel graag dat de consument die Coca Cola koopt, weet het is... wat hij koopt. Dat ja. dat altijd goed is. En dat ja. je daar altijd van op aan kan. Ja. En dat is een van de sterke punten, denk ik, van ons merk. Ja. Um, en dat doen we met al onze merken. Alleen ja. bij koken is het heel zichtbaar. Ja. En dus beschikbaarheid, constante, constante kwaliteit, kwaliteit en de klant helpen om meer te verkopen. Ja. En meer te verkopen kan zijn meer verdienen per transactie ja. of meer ja. transacties. Ja. En hoe doen of jullie dat? Allebei. Ja, dat gaat over verschillende assen. Ja. Uh, dus ten eerste vinden we keuze superbelangrijk. Ja. Dus sowieso wij als bedrijf, als sector, ja. staan best wel in de spotlight als het gaat over uh, overgewicht. Ja. Dat, dat is een thema wat speelt in, in onze Zeker. categorie. Ja. We nemen ook overigens alle fabrikanten echt een hele verantwoordelijke rol in. En als industrie hebben we ook heel veel calorieën verminderd. Hè? Dus ja. ongeveer 35% van de calorieën verminderd over de afgelopen jaren. Ja. En we zijn onze preventieafspraken eigenlijk voor. Ja. Dus dat, dat gaat goed. Maar dat begint wel bij... als ik dan ergens kom, kan ik kiezen. Ja. Kan ik kiezen tussen suikerhoudend en suikervrij? Ja. Nou, dat is echt belangrijk. Dat doen we in al onze merken. En dat stimuleren we ook bij klanten... om te zeggen, van, nou, je moet dat echt aan Die aanbieden. keuze aanbieden eigenlijk. Je moet niks. Maar wij denken dat het echt belangrijk is om dat te doen. Want dan kan je de hele behoefte van de consument aftekken. Ja. Als je het dan beschikbaar hebt... Is het wel handig als mensen weten dat het beschikbaar is? <laughs> nou, dat dus hadden het in het vorige keer ja. over diverse frisdranken voor ja, 2 ja, euro. Ja. <laughs> ik zie het nog steeds wel eens op Mnucular. Nou ja, 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 wij ook. En ja, ja. Uh, dat is dan waar ik denk dat wij falen als, als bedrijf: als dat ja. onze frisdranken zijn. Want dan ja. hebben we niet goed uit kunnen leggen dat dat, dat niet waarde drijft. Ja. Je wil niet. Dat je moet gissen naar wat het is. Het ja. is ook niet dat je zegt: Ik kijk naar de menukaart en er staat diverse broodjes. En nee. ja, wat dan? Ja. En dus je wil ook graag weten: Is het dan een broodje kaas? Of ja, ja, ja. Ja. En dus het goed uitleggen wat er is, ja. dat op een logische manier presenteren met een duidelijke prijscommunicatie zodat consumenten weten waarvoor ze kiezen en wat ze ja. daarvoor moeten betalen en welke prijs dat is, dat is aan de outlet. Dat, ja. Daar gaan wij niet over. Nee. Daarnaast kijken we: nou, Oké, okay, hoe kan je nou zorgen dat als er dan eten wordt besteld, dat er bij eten een drankje wordt besteld, ja. want dat verschilt enorm in Nederland. Dus je hebt klanten, uh, en dat zijn hele bekende fastfood ja. die zijn daar heel goed in. Ja, ik weet En het. dat ja. zit helemaal verankerd in hoe ze hun aanbod uh, aanbieden aan de consument, maar het zit ook in de vraagstelling. Uh, dus we hadden het over de vraag, <laughs> wat wilt u erbij drinken? Ja. Niet, wilt u er iets bij drinken? Of helemaal geen vraag. Ja. En dus wij zien ook dat als we met klanten samenwerken over hoe kan je nou meer transacties realiseren, ja. dan zijn er een aantal variabelen die superbelangrijk zijn. Ja. Dus dat gaat over, heb je het juiste aanbod? Is het er dan ook? Ja. Dus heb je het besteld op tijd? Precies. Dan, hoe activeer je het? Dus hoe maak je het zichtbaar voor de consument dat het er is? Hoe word je daar nog eens een keer op geattendeerd? En kan je ze bijvoorbeeld nog een voordeeltje geven? Ja. Dus als je iets erbij bestelt, heb ik het gevoel dat dat... Ja. mij iets op heeft geleverd. En dat zijn wel de, de field uh, salesmensen, zeg maar, die daar echt mee bezig zijn met, met ja, die, uh, zijn die outlets, zoals je het noemt, dus met je, je klanten in ja. feite. Ja. Uh, en coach je ze daar dan ook in? Of trainen Zeker. ze daar ook in? Dat Zeker. Werk? en is onderdeel ook, van... We coachen ja. ook de ondernemers daarin. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een digitaal ja, platform, met snelle skills. Okay. Nou, dat is nog... Dat hadden we al voor ja. corona, maar dat is eigenlijk daarna nog veel belangrijker geworden. Ja. En dat is eigenlijk hele korte filmpjes, ja. die jij als... Bijvoorbeeld, restauranthouder, ja. kan tonen aan je personeel. Over hoe maak ik heel snel een, een mooie cocktail waar ik ook wat meer voor kan vragen. Dus hoe ziet die garnering eruit? Maar niet heel ingewikkeld, nee, als in 27 <laughs> ingrediënten gaan mixen. Nee, snel, ja? maar wel goed verzorgd. Uh, ja. En dat hebben we over echt nou, van alles en nog wat wat je met gastvrijheid kan bedenken. Uh, proberen we daar ook de wow. klant dan dus te helpen om die wat transacties heen. te realiseren. Ja, en die waarde dus ook weer. Uh... Ja. Vorm te geven uiteindelijk. Zeker. Ja. Maar we weten dus ook dat als je bijvoorbeeld een menudeal aan gaat bieden, ja. dat dat een bepaald percentage verhogend werkt hè, ja. op de transacties ja. wat je gaat krijgen. We weten ook dat als je daarna dat nog eens versterkt met je personeel die bijvoorbeeld die vraag stelt over wat wilt u erbij drinken, ja. dat dat nog meer werkt. En toen kwamen we tot de bestelzuil. Ja, 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 nou, dat is ja. de onfeilbare bestelzuil, die 100% van de tijd jou dezelfde en goede vraag stelt. Ja, ja. En dan, als je die drie dingen aan elkaar gaat verbinden, ja, dan zie je dat het dan... echt een accelerator is van het verkopen van Super, producten. Want dus dat werkt eigenlijk beter dan met, met mensen, zeg je dus. Nou, je hebt ze erbij nodig, ja. zou ik bijna zeggen. Maar ja. als je moet kiezen, dan, dan is bijna een bestelzuil ja, gewoon. Wat heel omdat consequent is in feite. Altijd vraagt. Ja. En je kan natuurlijk ook je customer journey op zo'n scherm. Precies. langs de ja. verschillende keuzes die je zou willen bieden, aanbieden. En dat gebeurt niet altijd als iemand in de haast... Nee, omdat het restaurant nee, half vol zit, jouw bestelling komt opnemen. Ja. Mooi. Ja, dat is ook wel een parallel, denk ik, met customer service. Gewoon uh, vanuit, uh, nou ja, nu wat we allemaal aan het implementeren zijn... met een nieuwe uh, AI-oplossingen enzovoorts... waar natuurlijk nog veel meer mogelijkheden... met die uh, large language models in zitten om, om eigenlijk mensen... Uh, heel gericht uh, nou ja, vragen te stellen, te begrijpen wat ja. er voor antwoord terugkomt en vervolgens daar weer op in te gaan, met ja, uiteindelijk natuurlijk predefined uh, ook voor een groot deel uh, vragen en, en oplossingen erachteraan. Ja, maar we hebben wij... daar laatst mee geëxperimenteerd ook. Ja? Dus wij uh, we hebben een, een. Ik ga het Engels woord gebruiken: een portal. Ja, ja. Uh, MyCCP heet dat. Ja. En daar kan je als uh, ondernemer. Van alles doen. Ja. Dus daar kan je onze promotieartikelen bestellen, je kan een storing melden aan je koelkast, ja. nee, van alles en nog wat. Ja. Je facturen inzien als je bestelt. En we doen daar ook wel gerichte mailingcampagnes. Ja. En die, dat, dat is best veel werk om een goede mail te maken die mensen triggert om iets te gaan doen. Ja. Dus dat je echt die conversie gaat creëren. En we hebben dat laatst nou eens geprobeerd met, met ChatGPT. Ja. Of je, kan je nou een soort mail maken met een aantal randvoorwaarden en die dan. Ook goed ontvangen wordt. En dan zag je eigenlijk dat bij klanten die het daadwerkelijk ons product al verkochten, dat dat gewoon werkt. Ja. Uh, en dat dat ook daadwerkelijk tot conversie kan leiden. Bij klanten die nog niet, of dat zijn nog geen klanten, maar dat zijn hopelijk toekomstige ja, klanten. Het, ja. uh, daar, daar zagen we eigenlijk geen verschil met een echt hm. helemaal zelf getelerde oplossing. Uh, dus je ziet, er zit potentie in voor efficiëntieslaan. En ga je het ook doen dan? Of, ja, uh, ja, ja. Dit was ja, een eerste keer en ja, dan, dan moeten we het zeggen, gewoon dan, beter onder de knie krijgen over ja. okay, hoe, welke variabelen moeten we meenemen, ja. willen we specifieker kunnen zijn. En Omdat we echt heel veel klanten hebben, dus, er zijn ongeveer 70.000 klanten in Nederland, wil je graag clusteren. Want anders dan wordt het moeilijk, maar je wil die klant weer het gevoel geven dat je natuurlijk specifiek voor die klant een aanbod hebt. Ja. Nou. We weten heel veel van klanten. Dus we kunnen ook best wel gericht Mate, dat soort ja. campagnes maken. Meer, zeg maar. Voor een maar, doelgroep ja. eigenlijk. Ja. En die moeten ja. aanzetten tot een actie. Ja. En want alles wat wij doen als het gaat over digitalisering is niet het doen van digitalisering. Dat nee. is het creëren van meer waarde voor de klant en Mooi. voor ons. Mooi. Nou ja, interessant ook. En ehm. Um, um, nou ja, AI is een mooi uh, thema, kunnen we heel lang over praten. Dus dan moet ik altijd even op moeder zijn, want dan uh, weet, ook geen <laughs> zitten we weer in een zijstraat. Uh, waar ik heel graag nog even op, uh, op wil komen is denk ik wat... Uh, daar nou, hadden we het in het vorige gesprek ook wel even over duurzaamheid eigenlijk. Uh, richting de, de consument, richting de, de wereld eigenlijk, de markt. Ja. En het beeld ook, hè, wat er lang is uh, geweest in ieder geval. En ja. Misschien loop je daar nog wel tegen aan. Uh, nou ja, rondom suiker, plastic, et cetera. Ja. Um, ja, wat doen jullie allemaal op het gebied van duurzaamheid eigenlijk... om daar uh, is over, ja, wat, wat meer over te weten te komen? Dat is denk ik voor de luisteraars ook interessant. Het is een hot topic. Uh, ja, en, uh, we daar kunnen de vraag met... bijna beter omdraaien. Wat doen we niet, zou ja. ik bijna zeggen. Dus, wat doe je niet? <laughs> wat, uh, wat, het, het is absoluut waar ja. dat um, Coca-Cola heeft een bepaalde perceptie. Mm -hmm. um, die wordt soms gevoed door beelden die lokaal uh, gemaakt worden... maar dat wordt ook vaak gevoed door beelden die internationaal gemaakt worden... Iedereen die bij ons werkt, die wordt er heel ongelukkig van als een strand in Bali helemaal onder de flessen ligt of blikjes van onze merken. Ja. Dat, dat wil niemand. Dus wat wij kunnen doen en wat we, waar we ook actief mee bezig ja. zijn, is. Hoe zorgen we ervoor dat van het ingrediënt wat we gebruiken. tot het product wat jij in je hand hebt. Ja. en hoe vaak ga je dat product in je hand hebben. dat we er alles aan doen om dat zo duurzaam mogelijk ja. te maken. En dat is eigenlijk een hele simpele cirkel. Dat gaat van we willen lokaal de producten inkopen, dus niet van heel ver. Nee. We willen dat doen bij de meest efficiënte productie. Mm -hmm. Dus dat we zo min mogelijk ja, resourcing van de wereld vragen. Ja. We doen dat in een fabriek die hopelijk binnenkort CO2 gecertificeerd is uh, volgens de PAS 2060 norm. Dus niet alleen ja. wij die zeggen, nou dit is heel goed, maar echt een externe benchmark die zegt, ja. dit is echt goed. Ja. Vervolgens, als we het dan gaan produceren, met welke stroom doen we dat? Nou, dat doen we met lokaal. Renewable stroom, hè, dus een, een eigen windpark en zonnecellen. Als we het naar je toe komen brengen, dan rijden we dat in een vrachtwagen op HVO 100 brandstof, dus dat is 90% minder uitstoot. Als we het in de verpakking stoppen, dan is het of een glazen fles die 27 keer een rondje maakt uh, van fabriek naar, uh, naar de consument, ja. of een 100% gerecyclede plastic fles, die dus ook weer helemaal opnieuw kan worden gerecycled. Ja. En wij doen dat al een aantal jaar. Ja. Maar dat gaat dus ook over de omverpakking. Dus hoeveel gerecycled uh, materiaal zit daarin? Ja. Nou, echt alles. Um, en dat zo proberen we onze afdruk in die hele keten te verminderen. Ja. En er zijn elementen van zo'n keten waar het best moeilijk is. Ja. Ja, want uh, een heel groot gedeelte van onze afdruk is bijvoorbeeld koelingen. Ja. Maar die staan niet bij ons. Nee. Die staan bij onze klanten. Ja, en doen die daar ook wat mee? Nou, dus... je jullie ook op in die zin dan? Uh, ja, dus, nou, je, nou, kijk, ik dan... In jullie Zeker. visie en, en wensen? Ik. ik ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te steken dat zo'n beetje iedereen die bij ons werkt, die langer dan bij ons werkt dan een paar maanden, die hele reis van product uit kan leggen aan de klant. Ja. En alle stappen kan vertellen: oké, okay, dit doen we concreet ja. om onze impact te verminderen. Dus wij hebben gezegd: tegen 2040 willen wij een net neutral bedrijf zijn. Ja. Dus niet in je, voor de, de kennis van duurzaamheid, niet alleen scope 1, scope 2, maar ook scope 3. Dus in de hele keten. Dus okay. van product tot eind. Bestemming van waar je product staat. En die koelingen spelen daar een superbelangrijke rol ja. in. Dus tuurlijk, we doen de energiezuinige motor erin en dat ding wat afslaat s'avonds als er geen verkeer langs ja. de koelkast komt en de lampen die uitgaan en ledverlichting en al die dingen. Maar de beste koelkast is degene die er niet nodig was. Mm -hmm. ja, dus die moet er ook dan niet zijn. Ja. En dat is wel, dat is wel moeilijk. Ja. En want daar komen onze duurzaamheidsdoelstellingen soms een beetje haak te staan op de belangen van onze klanten. Die yes. zeggen, nou maar als jij me die koelkast kan geven, dat is echt hartstikke fijn voor mij. Dat ik er vervolgens wijn in zet, ja dan moet ik weten. <laughs> en dat, dat vinden we dus ja. wel een moeilijk ja, gesprek. Dat en dat ja. is een gesprek wat we ook steeds meer echt actief op gaan zoeken. Om te zeggen, ja dat is misschien gebeurd in het verleden, maar dat is niet wat we kunnen doen in nee. de toekomst. Omdat het gewoon niet logisch is. En dus wij willen onze producten in onze koelkast zetten, omdat we echt denken dat een... Ja. Lekker koud drankje is wat de meeste mensen willen. Ja. Um, maar we willen geen koelkasten neerzetten die niet nodig zijn. Nee. Um, dat, dat, ja, dat, dat is soms een beetje moeilijk in de duurzaamheidsdiscussie. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de innovatie van wasmiddelen, ik noem maar even wat, zelfs stampen staat tegenwoordig. Het komt in tabletjes. Uh, en. en... Ja, frisdrank komt nog steeds in zijn volledige uh, omvang in een fles. Ja. Weliswaar is daar in de duurzame uh, reis heel veel goeds gebeurd. Hè, maar er zit nog steeds uh, heel veel water in uiteindelijk. Zeker. Maar zo te zijn daar gedachten over ja. dan? Daar ja. uh, ben ik dan heel benieuwd naar gewoon. Ja, de... dus nou, sowieso zijn er ook in, uh, bij de wetgever en, ja. en uh, bij, de Europese, uh, bij de Europese Unie zijn er ook gedachten over. Ja. Dus uh, waar moeten we heen als het gaat over hervulbare verpakkingen? Ja. Um, we hadden ook hervuldbare verpakking in Nederland, hè? dus um, de, oh. de, ja, de, de oude harde fles die uh, hervuld werd ja. in de fabriek. Ja. De Cruyffiaanse waarheid van elk voordeel en nadeel, uh, die gaat hier ook op. Dus zo'n fles die moet gespoeld worden, dat betekent ja. heel veel meer waterverbruik. Wat weer een ander hm. element is. Uh, en wij staan in, in Brabant met ja. onze fabriek en Brabant is een waterschaarste. Ja. Nou, Daar doen we ook allerlei dingen op, dus we doen water... Aanvullingsprojecten. Ja. Ik wilde bijna het Engels uh, zeggen. Ja. Um, maar daar moeten we nog heel veel aanvullen. Ja. Dus als je kijkt naar wat doen we met andere verpakkingen, we kijken naar tests bij verschillende klanten over hoe kunnen we ja, wat vroeger gewoon je dispens was, hè? dus ja, ja. dat je, je glas eronder hield. Ja. Je kent het wel van, ja, ja. De, van de horeca gelegenheden. waar je steeds minder ziet, ja. omdat de kwaliteit is gewoon minder. Het ja, is dat is natuurlijk. Ik kan zeggen, dat is anders qua uh, koolzuur en dat soort dingen. Alles is ja, net even... Het luistert allemaal heel ja. nauw en het is gewoon net niet die ja. nou, heel goed afgestelde fabriek ja. die wij hebben, ja. want je moet die hele fabriek eigenlijk terugbrengen tot een klein apparaat in een, ja. in, een in een locatie ja. van een klant. Maar daar moeten we wel naar gaan kijken. Dus we, we doen daar nou nu ook test mee met verschillende grote klanten. Om ja. te kijken, oké, okay, krijgen we de consument zover dat hij dat dan ook daar gaat bestellen. Ja. En de grap is, we zien dus dat consumentengedrag veranderen heel moeilijk is. Ja. Ja, dus we hebben het bijvoorbeeld getest bij een grote benzineketen. En als je op die locatie nog steeds de koelkasten hebt staan met alle ja. flesjes en blikjes ja. erin. Ja, mensen lopen er gewoon langs. Ja. En dus willen we dat echt testen, dan moeten we iemand ook zo ver krijgen om te zeggen, nou ik wil dat met jou aan. Ja. Um, dus diegene die denkt ik wil dat, meld je. Um, maar dan haal ik al die koelkassen weg. Ja. En, en kunnen we het dan voor elkaar krijgen met elkaar. Ja. Nou, dus ja. dat is echt wel een, een dat is reis. Wel een reis. Is, ja. niet, is niet makkelijk. Ja. En het ligt ook aan hoe groot is de locatie. Ja. Het is nog best te doen op een kleine office locatie met ja. een klein apparaat. Ja maar uh, ga naar een uh, willekeurig heel groot kantoorgebouw met uh, duizenden pandbewoners. Ja, ja hoe lang gaat de rij zijn uh, bij het tappunt en gaan mensen dat willen? Ja. Dus ja, we moeten stappen zetten, ook omdat het gewoon logisch is. Ja. En die dingen die logisch zijn, die moeten we ook gewoon doen. Ja, maar is het is ook uitdagend. Het is zeker daar. Mensen denken denk veel mensen vaak simpel over dit soort dingen nadenken. En soms zie je het met koffie. Ik zag laatst van een bekend koffiemerk, zou ik maar zeggen, uh, ook een apparaat in een tankstation. Uh, en het gewone loket was dicht. Waarschijnlijk personeelstekort. Uh, yeah. Moet ik ook zomaar? Uh, en daar zag je dus precies dat wat jij benoemt Die enorme rij ontstaan. En dan duurt dat. En mensen moeten selecteren en die vinden het lastig. En die zijn niet zo snel. En de kwaliteit die eruit komt is toch ook echt weer anders dan wanneer je. En dan in je net promoter over hoe. Uh. En ze de customer experience vonden in jouw outlet, zeggen ze dan. Nou, dat was niet zo best. Nee, nou ja, maar dan ben je natuurlijk ook weer afhankelijk van degene. Nou ja, goed, normaal zou je wel verwachten dat iemand die zo'n outlet leidt, uh, noem ik het maar even, verantwoordelijk is daarvoor. Uh, of het dan een tankstation of iets anders is. Dat die ook bezig is met de, die beleving. Maar die heeft natuurlijk ook nog heel veel andere dingen aan zijn hoofd. En zeker als dat zeker. niet primair over food gaat of over drinks of over, ja. dan is dat ook weer anders dan ja. in een restaurant bij wijze van spreken. Ja, het vergt ook gewoon ja. meer zorg. Ja. Kijk, een koelkast vergt echt heel weinig zorg. Ja. En af en toe schoonmaken. <laughs> uh, maar voor de rest ja. doet Komt het wel goed werk. Ja, je legt de flesjes erin en dan... Ja, iets ja. waar echt iets uitkomt, of dat nou een koffiezetapparaat is Schoonmaat. of een uit. moet je schoonmaken. Ja, en als je niet schoonmaakt, ja. dan hebben we een hygiëne-issue. Dus er zitten heel veel varianten aan ja. en tot het moment dat we in staat zijn om dat echt goed te doen op schaal, ja. van heel klein tot heel groot, ja. uh, hebben we dus het systeem wat we vandaag hebben, waarbij wij echt onze ogen niet sluiten voor wat gaat er gebeuren. Hè. Dus, uh, dat, dat snappen we ook dat dat gaat bewegen. Ja. Maar in Nederland hebben we dan echt best wel een aardig systeem. Hè, ja. Want we hebben statiegeld op alle verpakkingen nu in onze categorie, ja. of het nou glas is, klikjes ja. of pet. Dat kan absoluut nog een heleboel beter. ...het inzamelingspercentage kan beter, ja. de manier waarop dat gedaan wordt kan allemaal beter... ...de manier waarop we dat kenbaar maken aan consumenten kan beter. Daar werken we ook op, ja. als, als industrie. Maar aan zich is het systeem best wel goed. Ja. En je ziet dat steeds meer fabrikanten ook 100% gerecyclede flessen doen... ...en dat glazen flessen gewoon heel vaak teruggaan. Dus in onze categorie Gaat het? Ja. doen we, denk ik, de goede dingen. Het kan altijd beter. Ja. En zie je dan dat Nederland daar veel beter in is dan andere landen om ons heen? Of is dat, uh, kun je zeggen, naar nou Europa versus... Het ligt aan het systeem. Het ligt ook wel een ja. beetje aan de consistentie. Ja. Uh, dus we zien bijvoorbeeld onze Belgische collega's, die hebben een, een, de blauwe zak, mm -hmm. Fosplus. Uh, die halen een heel hoog percentage. Ja. Maar dat komt omdat in het hele land iedereen gewend is dat die producten daarin moeten. Ja. Uh, nou, wij hebben statiegeld. Dat ja. gaat heel goed op grote flessen. Ja. En, nou, dat moet nog een vlucht nemen uh, op kleinere verpakkingen ja. en op blikjes. Ja. En daar zitten gewoon ook gedragsveranderingen. En dan zijn we terug bij gedragsverandering En nou, dat is gewoon moeilijk. Ja. En dus we werken ook met gedragswetenschappers over hoe kunnen we dat doen. Kijken naar, nou, kunnen we mensen bijvoorbeeld een klein duwtje geven om te zeggen... nou, je koopt nu suikerhoudend. Zou je een keer suikervrij willen proberen? Ja. Heel moeilijk. En het gaat vaak vanuit de gedachte van, ja, maar dat is toch heel simpel... want dan stop je toch gewoon mm. met ja, die suikerhoudende producten. Dat is vaak een bewuste keuze. Ja. Dus wat wij niet goed vinden is te... Nee. Maar dat is dus met alles. Dus nee. met alles. Ja, ja dat, dat, daar zijn we ook helemaal niet voor. Nee. En dus daarom zijn we ook voor bied keus, informeer ja. mensen, laat ze een bewuste keuze maken. Maar we zijn ook niet blind voor het feit dat het lang niet iedereen altijd die geïnformeerde keuze daadwerkelijk maakt. Dus dan proberen we ze een ja. beetje. En het begint Deel al jong, op. denk ik. Ik bedoel, het is ook thuis een beetje wat je gewend bent. Uh, uh, ja, misschien heel ouderwets. Maar bij ons was het dan, nou, je mag één glas frisdrank... en de rest drink je maar gewoon water. Ja, en het dat is toch al. een andere uh, uitgangspunt dan... Uh, nou, neem lekker, uh, uh, zet de fles neer en drink door. Tot ja. dat je... Uh, dat, ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met waar ben je opgegroeid... en wat ja. voor, ben je bewust van überhaupt uh, wat je aan drinken of eten bent... in algemene zin, denk ik. Dan ja. meer nog dan... Uh, ja. Nou, we geloven heel erg in mensen informeren. En dan <laughs> ook aan hun laten om een goede keuze te maken. Ja. Um, zijn er, um, nou ja, laat ik het anders zeggen, gezien de onderwerpen die wij hebben besproken. Um, uh, er is nog één onderwerp dat ik heel even wil raken. En dat is eigenlijk uh, waar je in het voorgesprek uh, over ging. Is de grote omslag ook uh, in deze perceptie zeg maar, van de wereld. Ten aanzien van uh, nou ja, merken zoals Coca-Cola yep. uh, en vervuiling of suiker of uh, al die dingen meer. Je vertelde over open-up en misschien is dat uh, toch nog wel even leuk uh, als uh, ja. laatste onderwerp om te raken. Wat hebben jullie gedaan om, om uiteindelijk die, nou, dat negatieve beeld wat er was, om dat te veranderen? Ja, nou, dus is, ik, ik, ik ben bijna 18 jaar geleden begonnen bij Coca-Cola en als mensen dan vroegen wat doe je? Dan zei ik nee, ik werk bij Coca-Cola en dan zagen mensen, oh ja, wat leuk, ja. ja. En dan, dat is bijna zo van, oh ja, dan kan je natuurlijk ook werken, ja. maar wat leuk dat je ja. daar werkt. En er kwam op een gegeven moment een periode met het ging vaak over suiker en obesitas en plastic. En nou, nee. echt, de, de, de toon veranderde wel, tot ik op een gegeven moment ook door een buurvrouw werd aangesproken... Jeetje, dat je daar durft te werken, dat ik echt dacht: is <laughs> dit? <laughs> um, en dat, dat kwam ook een beetje omdat wij niet echt proactief naar voren stapten om het gesprek aan te gaan. Nee. Dus we zijn, ik denk, ja, nou, ik moet het even uit mijn hoofd zeggen, maar ik denk 7, 8 ja. uh, geleden begonnen met wat wij open noemen. Ja. En dat is echt een open dialoog ja. met kritiekasters, stakeholders, NGO's, klanten, medewerkers. Want vergis je niet, uh, we hebben best mondige medewerkers. En als iets niet goed is, dan zullen ze het ook oh, zeker man. tegen je zeggen. <laughs> uh, dus wij zijn ook onderdeel van de maatschappij ja. met 800 mensen. En wij zien ook wat er ja. gebeurt. En we zijn echt dat gesprek aangegaan. Dus we, we zijn aan tafel gaan zitten met, uh, met mensen die zeggen: Nou, ik vind dat je echt een slechte job doet als het gaat over plastic. En ze zeggen: Oké, okay, nou, wat. Wat, wat vind je dat we moeten doen? Ja. En dit is wat wij denken dat we gaan doen. En wat we ook echt gaan doen. Want we kunnen het dan niet bij intenties alleen laten. Nee. Dus we moeten dan ook daadwerkelijk doorpakken. Ja. En soms ook significante bedragen investeren om die stap te maken. Wat, wat is de grootste verandering die daaruit is gekomen? Oh. Of je zegt van nou, dat was echt wel. Uh, dat kwam veel voor. Er werd veel over gesproken. En daar hebben we ook van ingezien. Van, oh, dat moeten we echt anders gaan doen. Nou überhaupt wat we doen. Dat klinkt misschien heel gek, maar we deden eigenlijk al best wel wat. Ja. Alleen het werd gewoon niet gezien. Het werd niet ervaren. En ik denk dat dat nog steeds een slag is die we nog een stukje beter kunnen doen. Ja. Dus wij praten met onze klanten, ja. die uiteindelijk een kakofonie aan boodschappen van al hun leveranciers krijgen, ja. die ze wel of niet ervoor kiezen om dat door te vertalen aan hun klanten. Ja. En dus wat vertellen wij jou als consument? Nou, wij niet zo heel veel. En dus nee. uh, dat doen we wel steeds meer. Ja. Uh, maar tussen haakjes, jou als consument zal denken: nou, leuk dat jij biobrandstof rijdt in je vrachtwagens, maar wat zegt het mij? Ja. Maar onze klant vindt het heel belangrijk. En ja. uh, dus daadwerkelijk vertellen: oké, okay, dit gaan we doen, dat heeft deze impact, uh, dat proberen we op deze manier ook voor jou tot een gunstige ja. brengen. Omdat je natuurlijk nu in de hele keten ziet, is dat iedereen is bezig met scope 1, 2, 3. Ja. En wij zijn de scope 3 van onze klanten. Ja. En die zeggen: joh, ik wil vooruit. Help mij. Dan ja. zeg ik, nou, hartstikke graag. Dat doen wij en willen wij ook. Ja. En dus daar echt gewoon over communiceren. Dat ze ja. klanten weten. Oké, okay, maar wat krijg ik nou eigenlijk? Ja. Wat is jouw waardepropositie? Ja. En waarom zou ik moeten kiezen voor jou? En niet voor? En niet voor iemand anders. Ja. Want die kan ook iets minder lekkere drankjes maken. Ja. Maar ja. die kunnen ook goede producten maken. Ja. Maar waarom kies ik voor jou? Ja. Omdat ik en dan echt... speelt dit ook mee. Ja, dan, gewoon, dan is dit gewoon fundamenteel. belangrijk. Uh, dat, ja. Ja, ja. En dat het dus niet intenties zijn. Maar ook echt daden. Ja, en daar ook dus de consequenties van accepteert dat je ja. betekent. Oké, okay, dan moet ik investeren in veel duurdere brandstof. Ja. Dan moet ik, want dat is een perverse prikkelend systeem. Ja. Gerecycled plastic kost een heleboel meer dan ja. gewoon nieuw plastic. Ja, dat is waar wel... Maar wij doen 100% gerecycled, dus ja, dat kost meer. Dat doen we dan. Ja. En soms doet dat best wel pijn. Het uh, zijn eigenlijk nog oude systeemdingen, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt naar de doelen die er zijn, hè, uh, ja. dan, dan zijn dat soort prikkels eigenlijk heel raar. Ja. Dat die er nog altijd zijn. Ja. Uh, want dat, blijft, zijn dat maakt dus ook dat, dat er nog steeds genoeg partijen zijn die dus wel voor uh, goedkope brandstof... of goedkopere brandstof of uh, goedkopere grondstoffen ja. gaan feitelijk. Ja. Uh, dus, kijk, en dan denk ik van god, dan hebben wij toch echt een bevoorrechte positie. Want dan zijn wij Coca-Cola en als wij dan... Iets doen, dan is het vaak schaal ja. uh, binnen onze sector. En dan heeft het ook meteen een soort aanzien okay. van: oh jeetje, oké, okay, kook doet het ook, maar nou, misschien moeten wij daar ook eens over nadenken. En Trek dat, je weer mee eigenlijk. Ja, dat de... kan over van alles gaan. Hè? Want dit ging nu heel erg over bijvoorbeeld productie of distributie, maar dat kan dus ook gaan over welke rol vinden wij dat we als werkgever moeten spelen richting onze mensen ja. en welke impact vinden we dat we moeten hebben in de maatschappij. Mm -hmm. En dus uh, we hebben destijds ook met bijvoorbeeld Women Inc. samengewerkt, ja. dat ging over partnerverlof. Ja. Ja, dat vinden wij. Een wezenlijk ding dat wij een bijdrage leveren aan het veranderen van de positie van man en vrouw, of partners, maar meestal ja. man en vrouw als het gaat over kinderen. Ja. Um, over hoe gaat die zorgtaken verdeeld worden. En als we het echt normaal vinden dat een man maar vijf dagen weer gaat werken, wat verwachten we dan precies? En ja, wat dat verandert die... dan, dan echt eigenlijk? En dus wij zeggen, nou, oké, okay, dan gaan we 100% doorbetalen in zes weken. En dus dat doen we dan. En dat doe je nu ook. Dat doen we. Ja. En, en ik was de tweede die op een podium stond en zei: Ik ga het ook doen. Ja. En dus dat het niet een papieren tijger is. Nee. Dus weer, ja, ja, ja. doe het dan ook. Ja. En, en zorg dat je acties verbindt aan je commitment. Ja. Om te gaan zeggen: Ik ga het doen. Ja. Ik vind het ook echt belangrijk. En dus ik zeg tegen mijn managers: Als jij een gesprek hebt met een van je medewerkers. en je hoort dat hij, zij in hun partnerschap een kindje gaan verwachten. of dat nou een adoptiekindje is of een ja. eigen kind, maakt maak helemaal niks uit. Dan is de vraag niet: ga je het opnemen, maar hoe ga je het opnemen? Net als die eerste ja, vraag: ja, 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 wat wil ja, ja, je erbij ja, denken? Ja, ja, ja. Dus we moeten daar geen barrières op hebben. Nee. Dat moeten we actief stimuleren. En dan is het echt heel leuk, want dan krijg je dus 800 medewerkers die daarvan horen. Ja. En die komen dan thuis en zeggen: is het eigenlijk bij jou geregeld? Ja. En dan, nou dat is ook eigenlijk inderdaad raar. Wat goed dat jullie dat doen, ja, dat zouden we het bij ons ook eens moeten doen. Ja. Ik ga dat morgen eens even vragen. En ja, dan krijg je ook een spin-effect. En, spin ja. en, en, nou, en daar dat, willen jullie ook echt een rol in. Ja, dat vind ik als... super tof ja. dat wij dat kunnen doen. Ja. Um, ook een beetje ongemakkelijk, want dan heb je in één keer een nieuwsuur op bezoek in je woonkamer. Ja. Maar, maar wel, ja, dat is ja. dan een voorrecht ja. uh, dat je dat dan kan doen. En dat de naam je dan helpt om dat uh, een beetje wereldkundig te maken. Dus ik denk dat dat helemaal terug naar je vraag van oké, okay, wat is de grootste verandering? Ja. Het Daadwerkelijk naar voren stappen, communiceren over wat je doet, waar je voor staat kwetsbaar zijn op de dingen die nog niet goed zijn, ja. um, en dat ook accepteert en dan niet probeert weg te moffelen met, uh, nou ja, nee, maar kijk eens, maar gewoon zeggen, oké, okay, nou, fair point. Ja. Um, en dan zie je soms dat de grootste criticasters eigenlijk best wel fans van je kunnen worden. Ja. Van, jeetje, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat je er zo in zat. Mooi. Ja. Yeah. Mooie afsluiter, denk ik ook. Um, nou, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, leuke gesprek. Een informatieve gesprek, denk ik ook. Voor de luisteraar hoop ik ook uh, ja, om een kijkje achter de schermen te krijgen. Um, en en is, ja, te horen en uh, ervaren wat jullie allemaal aan het doen zijn. Eigenlijk op de drie grote thema's die we besproken hebben. Wat jij zelf ervaren hebt op leiderschap. Maar ook op, op klantbeleving en uh, op duurzaamheid. Dus dank je wel, Jeroen. En denk dat ik hier mag zijn. En aan de luisteraars, ja. Zoals altijd, als je dit een leuke podcast vond, volg ons dan op Spotify en YouTube. Iedere twee weken posten wij weer een nieuwe podcast. Dus graag tot de volgende keer.